Bij Cafézaal Amanshof in Wilbertoord kunt u elke zondag gezellig dansen. De zaal is open vanaf 7 uur. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Effen Buurten. Deze week vanaf de markt in Boksmeer. De meteorologische lente begint morgen. De zon die schijnt vandaag, dus de mensen die hebben vast zin in een praatje met mij. Kijkt u mee? Goedemiddag. Middag. De eerste zonnestralen. Ja, lekker. Nog maar net, hè? Ja. Ja. En, wat doet dat met u? Oh, lekker. Ja, goed gevoel. Krijgt u meteen zin in een terrasje? Ja. Ja. Ja, meteen dorst. Meteen dorst van. Gaat u daar ook het terrasje hier nog uitproberen of niet? Oh, denk ik wel, ja. Waar komt u vandaan? Zuid-Limburg. Wat komt u dan in Boksmeer doen? Ja, familie zit in Overloon op een parkje. Te vers? Ja, en dan gaan we op bezoek en dan komen we even hier kijken. Oké, niet echt een periode om op vakantie te gaan, toch of wel? Toch wel, ja? Waarom niet? Ze vermaken zich goed in Overloon? Ja. Ja? Ja. En nou eventjes Boksmeer aandoen. En waar komt u vandaan uit Zuid-Limburg? Heerlen. Heerlen. Ja, Hoensbroek eigenlijk, gemeente Heerlen, Hoensbroek. Oké, dus u heeft flink carnaval gevierd, denk ik? Nee, niet echt. Nee? Nee, niet iedere Limburger viert carnaval. Er zijn er ook die doen dat niet. Oké. Okay. Heeft u al vakantieplannen? Nee. Dat krijgt u wel een beetje van de zon, toch? Ja, misschien wel, maar daar heb ik toch nog geen plannen. U vraagt zich vast af waar wij van zijn, of niet? Eigenlijk wel, ja. Wij zijn van KKN Regio TV, maar we zijn er niet uit in Heerlen. Nee, maar ik heb jullie nog nooit gezien. Dus. Nee. Het land van Kuik, Landert, Veghel en Uden. En wij zijn van het programma Effen Buurten. En dan gaan we iedere week even de markt op. Ja. Nog iets interessants? Eigenlijk niet. Nee? Gaan we weer verder. Gaan we verder. Goed zo. Ja. Dag. Hoi. Mag ik even storen? Wij zijn van het programma Effen Buurten. En ik zag dat... Ja, ik zag hier flink gebeurd werd. Ik denk, misschien mag ik even meedoen. Dan kan ik lekker snel naar huis toe. Ja. Ja, toch? Nou, het is toch lekker of niet met die zon? Heerlijke zonnetje erbij. Ja. Krijg je toch de lentekriebels van, mevrouw, of niet? Ja, hoop ik wel. Ja, nou, die winter bent u denk ik toch wel zat. En vooral die sneeuw. En er ligt nog steeds een beetje sneeuw. Zie je, die wacht opnieuw. Dat zegt Toon dus ook altijd. Dat was vorige week al ons onderwerp in het programma. En toen had hij wel gelijk, want toen kwam er inderdaad weer nieuwe sneeuw. Ja, eigenlijk, vorige week zei Van Berg op de radio, kregen we 15 graden. Ja. Oké, okay, dus nu is het wel afgelopen met die sneeuw? Ja. Ja? We zien geen bos. Nee, voor ons wel, voor ons is het afgelopen. Voor u is het afgelopen? Ja, ja. Het is genoeg geweest. En dan? De lente begint dan weer. En dan? Flink in de tuin? Nou, niet echt, nee. Nee? Nee. Gewoon lekker rondwandelen. Ja? Ja. U bent geen tuinliefhebster? Nee, om te zitten wel, maar niet om te werken. Lekker om naar te kijken? Ja hoor. En lekker op het terras? Ja, op het terras. Nou, als hier nou ergens een lekker verwarmd terras is, dan gaat dat goed hoor. Zo uit de wind, lekker in de zon. Is hier nergens. Is er hier nergens? Waar dan? Bij de bok. Is lekker, lekker zitten bij de bok? Dat is verwarmd terras, is lekker zitten, ja. Lekker uit de wind, alleen de zon staat er nou natuurlijk niet echt op. Nee, niet. En wat zijn de plannen voor vandaag? Boodschappen. Boodschappen doen. Ja, ik dacht u gaat op reis, maar u gaat gewoon boodschappen doen. Nee, dat komt straks. Ja, gaat u op reis? Nou ja... Wellicht wel, hè. Ja. Van de zomer? Of in de lente? Nou oh ja, dat zien we wel. Dat laten we altijd op ons afkomen. Dus. Ja? Maar u houdt wel van een beetje vakantie vieren? Ja, daar houden we wel van. Ja, ja, ja. Wat is dan een favoriete vakantiebestemming? Nou, dat mag ook iets zeggen wat niet haalbaar is, hoor. Nou, het is allemaal haalbaar geweest. Maar dus, we worden een dagje ouder en dan... speelt de gezondheid een bepaalde rol. Ja. En dan worden de keuzemogelijkheden die worden een beetje beperkt. Hè. Ja, want wat beperkt u dan in een vakantie? Nou ja, luister, we zijn naar Thailand geweest, Nieuw-Zeeland geweest. We hebben de hele wereld rondgezworven. Ja. Nou ja, en dat kunnen we dus niet meer. Dat gaat niet meer? Nee. En niet dat dat zo'n ramp is, want ja, wat je meegemaakt hebt, dat heb je meegemaakt. Hè. Mooie herinneringen. Jazeker, en die zijn nooit weg. En wat vindt u van een vakantie gewoon in Nederland? Hartstikke mooi. Ja. Als het weer maar mee zit.
En daar kunnen we in Nederland nooit van op aan? Nee, daar niet. Maar och, je kunt je ook aanpassen. Hè? Met de plu kun je ook wandelen. En, ja, dat klopt. Dus, ja. Wat vindt u een mooie plek in Nederland? Nou, we zijn op Den Helder geweest. Dat vonden we een hele mooie plek. Ameland, Drenthe. Ja, Nederland heeft eigenlijk zo... Zelfs hier de omgeving is schitterend. Voldoende plek eigenlijk. Ja, hier is het schitterend. Je kunt hier ook geweldig mooie... mooie fietsroutes maken hier in deze omgeving. Het is schitterend mooi. Oké, ik ben dan dus tegenwoordig aangewezen op een scootmobiel. En dus mijn partner heeft dan een elektrische fiets. Die past nou, dan fietsen toch samen mee? Dat gaat hartstikke goed. En je kunt hier schitterende rondes maken. Want eigenlijk veel mooier als in het noorden van het land. Want daar rijd je kilometers lang langs een kanaal op. Ja, maar hier heb je afwisseling. Dus u maakt wel fietsroutes gewoon vanuit Boksmeer? Vanuit Boksmeer, ja, maken we heel veel fietsroutes. Als het een beetje weer is, dan... Ja. U komt dus bij de uit Boksmeer? We wonen hier in Boksmeer, ja. Wat zijn ze allemaal aan het doen aan de weg? Daar? Ja. Nou, ik denk nieuwe riolering aanleggen en de weg opknappen, maar dat werd ook wat tijd, hoor. Dus ja. Het was moeilijk om een parkeerplek te vinden. Ja, was het moeilijk? Ik denk dat het met de wegopbreking te maken heeft. Maar... Nou, ik denk dat je de weg een beetje moet kennen hier. Dus, want... Of dat die mensen met de eerste zonnestraal allemaal gewoon de deur uitgaan een keer. Ja, dat zou ook kunnen, ja. Nou, voor de Markt Boksmeer is dit een mooie opkomst, toch? Ja, zeker wel. Ja. Ik wens u een fijne dag. Dank je wel. Wat hoor ik? Mogen we allemaal mee naar Lourdes? Ja, nou, u mag allemaal mee naar Lourdes, maar deze mensen die hebben zich opgegeven voor Lourdes. Dus die gaan zeker mee naar Lourdes dit jaar met het Lourdesfonds. En wanneer gaan we vertrekken? We gaan 22 mei en we kunnen best een leuke meid erbij gebruiken. Dus Astrid, je mag mee. Als, als vrijwilligster dan, hè? Als vrijwilligster, ja. En wat bestaat mijn takenpakket dan uit bij zo'n reis naar Lourdes? Nou, dan ga je dus als begeleidster mee van een mevrouw of een meneer die in de rolstoel zit. En de hele dag ben je ter beschikking van die pelgrim. Okay. Heel erg leuk werk, heel erg dankbaar werk, maar ook heel erg gezellig. Nou, je kunt het aan deze mensen vragen, want die zijn er al vaker geweest. Dus wat dat betreft heel erg mooi. Zijn er ook mensen die dus inderdaad vaker gaan, vaker opgeven? Ja, er zijn mensen, in principe mag je één keer van het Lourdesfonds mee. Ja. Maar daarna als ze mee willen, dan moeten ze echt zelf sparen en alles bij elkaar leggen soms om mee naar Lourdes te gaan. En er zijn er bij die gaan voor de 10e keer al mee. En wie komt er in aanmerking via het Lourdesfonds? Het Lourdesfonds is voor de parochianen van, nee ik moet het goed zeggen, is voor de inwoners van Boksmeer. Ja. Die komen in aanmerking. Mensen dus die hulpbehoevend zijn en of minder draagkrachtig, die komen in aanmerking voor het Lourdesfonds. En we krijgen de namen door van doktoren, van de verplegingshuizen, van de pastores en dergelijke. Bij de rondgang van de collecte van het Lourdesfonds in Boksmeer, daar worden ook namen doorgegeven. En al die mensen gaan we af om te vragen of ze inderdaad mee willen in Lourdes. En dan één op één, dus vrijwilliger, gast? Bijna altijd één op één. Er zijn natuurlijk ook nog pelgrims die heel goed ter been zijn. Ja. Je moet je niet vergissen in het te goed ter been zijn, want in Boksmeer goed ter been is nog niet hetzelfde als in Lourdes goed ter been. Ja, dat snap ik. En het aantal vrijwilligers, varieert dat ook ieder jaar? Of, Nou, in principe zij hebben een vast aantal vrijwilligers die meewerken bij het kienen van het Lourdesfonds en die 3 weken of 2 weken door Boksmeer lopen om het collectegeld bij elkaar te krijgen. Die komen in aanmerking. Maar daarnaast hebben we ook ieder jaar een aantal mensen die daar niet bij horen, omdat we de Lourdesreis bij iedereen bekend willen maken, dat iedereen in de gelegenheid willen stellen om eens een keer mee te maken wat een bijzondere beleving de Lourdesreis is. En wat is uw functie dan binnen het Lourdesfonds? Binnen het Lourdesfonds, ik mag voorzitter zijn van het Lourdesfonds en ik mag tijdens de reis ben ik hotelleider namens de VNB, want we gaan allemaal mee onder de VNB, Nationale Bedevaarten. En dan ben ik hotelleider voor mijn eigen groep Boksmeer in het hotel Helgon in Lourdes. Okay. Nou ja, helaas, ik hoorde net al, de reis is eigenlijk vol hè? Nee, de reis is niet vol, maar als je zin hebt, dan hoor ik het nog wel van jou. Om een mooie reportage te maken vanuit KKN Regio TV over de Lourdesreis. Nou, ik daag de KKN uit om eens een keer mee te gaan wat dat betreft. En er is al vaker over gesproken, ook door andere instellingen. Maar het zou een hele mooie programma kunnen zijn voor de KKN. En wellicht kunnen wij als Lourdesfonds dan een kleine bijdrage leveren aan jullie deelname. Okay. Ja, en Tony komt sowieso dan wel in aanmerking, hè? Nou, Toon, ja, zonder cameraman kunnen we niks, dus Toon mag ook mee. Goed zo. Nou, misschien tot dan. Oké. Okay. Wie loopt er zo hard weg met die blauwe pet op? Mijn zoon. Is dat uw zoon? Ja, die moet daar niks van Hij is camera-schuw. Ja, nou, schijnbaar wel, ja. Van Toon.
Oh, hij kent Toon? Ja. Oké, waar kennen ze elkaar van dan? Mijn achterbuurman. Oh, kijk. Maar komt u uit Mil dan? Ik kom ook uit Mil. En dan naar de markt in Boksmeer? Ja, naar de markt in Boksmeer. Puur voor de markt? Nee, niet puur voor de markt. Even, ik moest toch in Boksmeer zijn. Ja. Ja. Want mist u iets in Mil, op de markt of in het winkelcentrum? Nee, nee, helemaal niet. Nee, nee. Alles compleet? Ja, inmiddels alles te krijgen. Ja, nou, dan bent u hartstikke tevreden. Ja, dat ben ik ook. En dan die zonnestralen? En die zon komt en dan wordt het beter. Lente en dan? Ja. Wat gaat u dan doen? En dan lekker zonnen. Lekker zonnen? Ja, daar houdt u wel van. Ja, lekker zonnen, fietsen. Ja? Ja, maar fietsen moet ik wel leren. Waarom? Heeft u een ongeluk gehad? Een heupoperatie gehad voor de tweede keer. En voor de tweede keer? Niet te fietsen. En nog eens met me weer fietsen leren. Dus. Wanneer is dat gebeurd? Daar is het de 11e van de 11e in 11 geweest. Oké, okay. En heeft u sinds die tijd niet meer gefietst? Nee, ik heb niet meer gefietst, dat durfde ik niet. En wie gaat het u leren? Op de therapie. Op de therapie? Ja. Dus eerst gewoon op de fiets bij de, De home trainer? En dan proberen te fietsen weer. Heeft u het al geprobeerd op de home trainer? Nee, nog niet. Moet ik beginnen. Nou, volgende week ga ik er naartoe. Er volop tegenaan, dan kunt u deze zomer misschien weer vooruit. Ik wil wel lekker fietsen. Goed zo. Ja? Ja, fijne dag nog. Dankjewel. Dag. Bedankt. Hallo. Wie ligt daar in de kinderwagen? Een broertje of een zusje? Broertje. Een broertje? En hoe heet hij dan? Sam. Sam? Mag ik even meekijken? Laat eens even zien dan. Oh, Sam is nog heel erg jong, of niet? Ja. Hoeveel weekjes is hij oud? Dat weet jij natuurlijk niet. Dat weet mama. 6 weken. 6 weken, dat is inderdaad nog een jonge spruit. En hoe is dat nou om een broertje erbij te hebben? Is dat leuk? Ja. Ja? Kun jij poppenmoeder spelen of niet? Ja. Mama goed helpen? Ja. Hoe vindt ze het om een broertje erbij te hebben? Ja, erg leuk. Ja? Ja, zeker. Vond ze het ook niet wennen in het begin? Nee? Nee, dat is onze assistente. Ja. Doet ze het ook allemaal met de pop na of dan niet? Nee. Nee? Ze probeert het echt met Sam zelf. Maar ja, dan is ze natuurlijk nog wel een beetje voorzichtig met 6 weken oud. Ja. Ja. Voortdurend opletten. Oké. Okay. Is het allemaal goed gegaan? Jazeker. Hartstikke leuk. En hoe oud is zij? Zij is bijna 3. Oké, okay, nou die moet dus nog een jaar wachten voordat ze naar school gaat. Mm-hmm. Nou, de handen vol zo, of niet? Ja, zeker. Ja. Maar wel leuk. Hartstikke leuk. Ja, zeker. En nou, eventjes over de markt heen. Ja, even eruit. Even eruit. Ja, de zon schijnt sinds 6 weken. Nou, het viel ons ook op, is lang geleden, of niet? Ja, nou, daar worden we meteen een stuk vrolijker van. Ja. Vind jij het ook fijn dat de zon schijnt? Ja. Ja, wat ga je dan doen als de zon schijnt? Visjes halen. Visjes halen, ja. En thuis trampoline springen? Ja. Heb je een trampoline? Zo'n hele grote? Nee, een kleine. Een kleine. En ken je ook iemand die een hele grote heeft? Ja. Ja? Wie dan? Lucia Haki. Nou, dan moet je daar binnenkort maar lekker trampoline gaan springen. Ja? Doei doei. Doei doei. Goed voor je broertje zorgen. Ja. Goedemiddag. Zeg wel. Wordt hier flink gebeurd, of niet? Ja, dat moet. Nee, het zijn 2 broers, denk ik. Zo. Ongeveer, ja. Ja? Maar niet helemaal. Echt niet? Geen familie? Nee, nee. Nog niet. Nog niet? Nou, hoe gaat het dan nog gebeuren? Nou, dat werd er nooit. Dat werd er nooit of er ooit komt. Nou, misschien nog een aantrekkelijke zus of zo? Ja, nee. Nee? Waar kent u elkaar van dan? Van school. Oh, dat is lang geleden dan, of niet? Zo lang is dat niet geleden. Nee. Was 50 jaar. Welke school was dat? Dat was de lagere school, de technische school en de kleuterschool. En? Nee, daar toen de universiteit? Nee, daar zijn we niet geweest. Nee. Niet terechtgekomen? Toen moesten we meteen gaan werken. Oké, okay. En waar was dat, in Boksmeer? Dat was in Boksmeer op school, ja. Oké, okay, maar welke basisschool was het dan? De Sint-Peterschool. Staat die nog? Jawel, wel geëerd. Sint-Peterschool, ja. Oké, okay, en toen bent u eigenlijk vrienden geworden of zo? Nee, nee. Nee, dat niet. We zijn samen opgegroeid, hè. We zijn samen helemaal met opgegroeid. Ja, en beide in Boksmeer blijven wonen? Ja, ja, allebei, ja. Nou, dan treft u elkaar nog alles zo. Ja, zo af en toe. We zijn allebei gepensioneerd inmiddels, dus. Hoe bevalt dat dan? Oh, dat is geweldig, daar. Echt waar? Prima. Hoe lang? Nou, al. Ik heb al een goede maand. Ja? Ja? Oh ja, maar dan ja, bevalt dat nog, ja. Maar geert al een jaar of 3. Ja, maar u vindt het echt lekker zo, die eerste man? Ja, natuurlijk is het leuk.
Ja, wat heeft u altijd gedaan? Ik heb altijd in de bouw gezeten. Oké, dan heeft u hard moeten werken. Ja, allemaal hè. Ja, van onze generatie. Ja. En nu niet meer dan? Ja, nee. De nieuwe generatie. Nee, maar... Ja, is er wel verschil in dan met vroeger en nu? Ja, we hadden allemaal machines en dat vroeger niet hè. Okay. Vroeger maar veel met de hand. Want wat deed u in de bouw? In de betontimmerman. Oh. En Geert die was ijzervlechter. Maar daar trof u elkaar niet? Op het werk? Ja, op het werk ook. Ja, ja. Ook nog collega's ook? Ja, af en toe. Eén keer wel, de andere keer niet. Oké. Okay. Maar dat ging allemaal goed. En wat gaat u nu met al uw vrije tijd doen? Ja, het is nog niet het weer, maar anders gaan we vissen. Hè? Vissen? Ja. Waar? Ja, in de Boksmeer. In de Maas en de jachthaven. Vang je in de Maas? Ja, snoekbaars. Zit er nog paling? Ja, maar dan mag je niet meenemen. Is dat zo? Ja, nee, dat mag niet meer. Maar... Is wetgeving of zo? Wetgeving. Dus als je hem vangt, moet je hem teruggooien. Je mag hem wel vangen, maar je mag hem niet meenemen. Ja, daar hebben ze niet bij gezegd. Maar dat komt wel goed allemaal. En zeevissen? Nee, dat valt te ver weg. Dan ben je morgens om 3 uur weg en zo, om 10 uur thuis. En nee, dat loont zich niet. Dus als het straks lekker mooi weer wordt, lekker vissen? Dan gaan we lekker met het bootje vissen. Oké. Okay. En nu dan nog? Nog even zo die laatste wintermaand door te komen? Oh, dat komt wel goed. Ja? Schaatsen hoeft niet meer, het is weg. Hè, dus. Ja. Heeft u wel geschaatst hier dan? Nee, helemaal niet. Nee, maar het was wel leuk altijd om hier te komen kijken. Altijd. Okay. De kinderen was leuk, gezellig. Gewoon lekker een beetje rondneuzen in de buurt. Oké, in de buurt, links en rechts. Van alles mee maken. Hè. Nou, gaan we weer verder. Leuk, ja, wij buurt ook maar wat af. Hè. Kijken of mensen nog iets leuks te vertellen hebben. Okay. Goed, dag. Goedemiddag. Wat is hier allemaal voor lekkers te zien? Nou, lekker. Of is het niet lekker? Dat is om lekker te maken. Nootmuskaatbollen. En wat kun je daarmee maken dan? Ja, die moet je raspen. En dan doe je een beetje over de bloemkool of over de spinazie. Of... Dat is eigenlijk gewoon zoals ik nootmuskaat in een potje koop bij de supermarkt. Ja. Ja. Maar wat is dan lekkerder om... Het is lekkerder. Ja? Ja, zit meer smaak aan. Oké. Okay. Doet u dat eigenlijk met alles? Verse ingrediënten en zo? Nee. Staat hier gewoon een beetje zo te neuzen. Ja, dat is dan neuzen wat er was. Kijk, die kun je gebruiken. En is dat nou duur of niet? Nou, een euro voor 4 bolletjes. Als je dus bij... Ja, als je daar een als je dit raspt... Als je bij een bepaalde supermarkt gaat. Ja. Bij een bepaalde, ja. Ja. Nou, dat kost een zakje. En dan heb je zit er maar 2 in. En dan ben ik toch denk ik wel veel meer kwijt. Oké. Okay. En vers is vaak inderdaad lekkerder. Dus, ja. En dan inderdaad kaneelstokken en die worden dan voor de pudding, zei u? Pudding en ja, en de cake of wat kun je nog meer aan doen? Ja, kaneel die gebruikt in veel dingen. Ja, ja. Ik deed ook iets bij de stoofperen, doet mijn moeder dat. Ja, kan ook. Ja, kan ook. Ja, precies. Ja. Maar u houdt ook wel van koken of niet? Jawel. Ja? Jawel. Bakken, bakken. Wat moet dan bakken? Taart en zo? Taart en cake en koekjes en... Ja? Ei. Dat is echt man, hè? Ei. 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 Ja, en dan vooral bij speciale gelegenheden of gewoon zo eigenlijk wekelijks wel even lekker iets bakken? Ja, we doen het wel heel vaak. Regelmatig. Gewoon zo, ze zijn daar binnen lekkers. Lekker zelf opeten. Ja. Omwisselen. Ja? Wat zij bak, proef ik en wat ik bak, proef zij. Nou, dat is een goede reden om op de koffie bij elkaar te komen, toch? Want waar bent u van elkaar? Schoonzusjes. Oké, okay, nou, dus u kent elkaar al een hele tijd. Al heel lang. Ja. En wat doet u nog meer samen, als in een beetje eten? Kwatsen. Nou, wij noemen dat buurten, maar dat kan hier kwatsen. Of is er een verschil, kwatsen en buurten? Ja. Buurten is serieus en kwatsen is al hoeren. Ja, we zijn geen buren, dus... Oké, okay. Oh, maar buurt hoeft toch niet alleen maar buren? Wij zijn van het programma Buurten. Oeh, ja. Oh. Dat doen wij eigenlijk niet van. Bij buurten met iedereen die we tegenkomen. Ja, daarmee. Ja, nou ja, dan moeten we ook het programma vol krijgen, hè? Nee, u kwats dus een beetje. Maar gaat u lekker in de zomer ook erop uit, fietsen? Nee, wij niet. Jij gaat veel wandelen. Nee. Op vakantie, als ik enigszins kan. Ja. En wandelen? Hier, omgeving Boksmeer? Nou, dan gaan we wel verder, hè. Dan gaan we de bossen in. Ja. Of langs de Maas of zo. Ja, waar is het hier mooi wandelen? Ja, langs de Maas kun je de hele route wandelen, hè. Maasheggen? Ook. Gaat u daar volgende week heen? Nee hoor. Heeft u niets mee? Doe je wel. Natuurlijk maar nu dat. Heeft u iets met maasheggen vlechten? Nee, ik vind het heel mooi, maar ik ga er niet naar kijken. Nee. Nooit geweest dus ook? Nee. U bent wel een natuurmens? Jawel, toch wel. Wij wonen in het buitengebied, dus... Dus u heeft thuis ook in de tuin rondom voldoende te doen? Ja, we wonen net aan Niersvallei, dus in Gennep, dus... En dat is een heel mooi plekje. Wij wonen eigenlijk op het mooiste plekje van Gennep.
Deelt iedereen dat? Dat wel. Jawel, jawel, wij zitten, ja, als wij naar buiten kijken, dan hebben we alles wat we willen. Een panorama voor het raam. Maar dan begint bij u nu met die eerste zonnestralen ook een beetje de tuinkriebels, denk ik, of niet? Ook al wel, ja. Maar het is nog een beetje vroeg, hè? Ja, maar wel dat je er weer zin in krijgt. Ja, je krijgt wel weer meer zin. Ja, ja, jawel. Hartstikke leuk. Ja, nee, we hebben van alles voor de deur. Konijnen, hazen, eenden, ganzen, zwanen, ooievaars. Oh, dus u hoeft geen huis hier te nemen? Nee, we hebben verleden jaar in Gent waren ze zo gek op de ooievaars. Maar wij hebben het hele jaar naar de ooievaars kunnen kijken zonder dat we naar buiten hoefden. Ja, kijk. Heeft u ook nog een huisdier of niet? Ook nog. Ook nog? Ja, nou als je nog een huisdier kunt noemen. Hoezo? De kat. Oh, ik dacht even dat u het over iemand anders ging hebben, maar... Nee, niet de man. Nee, die net niet. Maar hoezo, hoezo dan de kat? Ja, die is echt wel het verwend project hoor. Ja? Onze, ja hoor. Oké, dus zo'n plaatsvervangend kind of zo wat nog verzorgd wordt? Nou, net een plaatsvervangend kind. Nou, net niet. Nee, moet wel kat blijven. Hè? Ja? Jawel. Maar hoe wordt hij dan vertroeteld? Gewoon met aandacht? Of juist met... is het zo'n hele dikke kat? Nee, is wel groot, maar niet dik. Oké. Nee. Heb je geborsteld? Heb ik geborsteld en gekamd en vertroeteld en geuit en aangehaald. Hij slaapt bij ons en o jee, als mijn man er niet is, dan loopt hij wel 3-4 keer de trap op en af totdat hij naar boven komt en allemaal zo van die dingen. Is het een oud beestje of dat niet? Nee, ook niet. Nee, nee, maar hij is heel, ik moet zeggen, heel aanhankelijk. Heel, ja. Echt een huiskat. Ja, en dan zal ze het gewoon fijn vinden, denk ik. Ja, en hij. En hij, nou ja, dat snap je toch helemaal, hè? Nog een fijne dag, hè? Hebben we nou genoeg gehad? Ja, genoeg gehad. Dit was het weer voor vandaag. Effenbuurten vanaf de Markt Boxmeer. Ik hoop dat u volgende week weer kijkt, want dan zijn wij er ook weer bij. Tot dan!